Ha, kom maar op jongens, easy money. En we gaan Timmy en Tommy straks even een rekensommetje laten doen. Hoeveel we inderdaad gaan krijgen voor al deze spinnetjes. Ja, nog twee. Hoppakee. Ja, dat is de laatste. Oké, Timmy, Tommy. Wat geven jullie voor zoveel enge beesten? Yo man, ik wil mijn spinnetjes verkopen. En ik heb voor jullie 35 vogelspinnen. We gaan ze even allemaal selecteren voor Timmy, Tommy. Oh, wacht even. Het is er één minder. Het zijn er 34. Wat geven jullie voor 34 vogelspinnen? Spinnen, Timmy Tommy. Eens even kijken. Yo, Nintendo fans. Yo, Animal Crossing fans. Welkom bij een gloednieuwe Animal Crossing video. En dit zal best wel eens een nuttige video voor jou kunnen zijn. Even wachten. Vlinder. Ik zie een vlinder die 2000 waard is. 2000 klingels, jongens, in de pocket. Ja, want deze video gaat over hoe je heel snel geld kan verdienen. En niet met vlinders, maar met spinnen. Het zijn zelfs tarantula's. Nou kan je het geluk hebben om op Tarantula Island te spawnen op het moment dat je Nook Miles inwisselt voor een Nook Miles ticket en dan naar een eiland vliegt. Maar je kan dus ook zelf je eigen Tarantula Island maken. En dat heeft niks te maken met cheaten. Wij gaan niet time travelen. Wij gaan Timmy en Tommy Nookie niet brazelen. Blazeren. Nee, dit is gewoon een legit manier om snel geld te kunnen verdienen. En wie wil nou geen geld verdienen in Animal Crossing? Ik heb ontdekt hoe je dit moet doen terwijl ik aan het livestreamen was op twitch.tv/rickatu. Dus wil je de volgende keer daar nou live bij zijn, volg me dan ook even daar. Ik gebruik ook beelden van mijn livestream op Twitch, dus strakjes ziet het er opeens heel anders uit. Dat komt dus omdat dat mijn Twitch overlay is. Maar eerst wil ik jullie even laten zien hoeveel spinnen je mee kan nemen vanuit één run als je deze truc gaat doen. Elke spin is 8000 klingels per stuk. En er is zelfs een trucje waarbij ze 12.000 klingels per stuk waard zijn. Blijf daarvoor even kijken naar het einde van deze video, want daar kom ik aan het einde even op terug. Dit kan je dus overhouden van één run op Tarantula Island. En per stuk zijn ze dus 8000 klingels waard. Nou, hoe doe je dat? Dat zie je in de Twitch beelden die ik jullie nu ga laten zien. En in de tussentijd ga ik jullie gewoon de uitleg geven die jullie nodig hebben. Wat je als eerste moet doen is dus voor 2000 Nook Miles een Nook Miles ticket gaan kopen. Zodat je naar een ander willekeurig eilandje kan gaan vliegen. Zo, hoppakee, een Nook Miles ticket in de pocket. Tom Nook is ook weer blij en let's go. Dan loop je dus naar beneden, naar je airport, naar Dodo Airlines. Je gaat eventjes naar binnen, praat met meneer Dodo en je zegt dat je op reis wil en vervolgens je Nook Miles ticket wil gebruiken om op reis te gaan. Dan kom je aan op dit eiland en je ziet dat dit eiland een verhoging heeft. Dat is eigenlijk niet ideaal, want dan moet je steeds met het trappetje omhoog en naar beneden en dat kost allemaal tijd. Eigenlijk wil je dat niet, maar dit was het eiland waarop ik deze truc wilde gaan uitproberen. Eigenlijk moet je dit hele eiland gewoon volledig leeg halen. En je moet zorgen dat er dus geen andere insecten meer kunnen spawnen. Oh, en een ander dingetje. Het moet avond zijn. Overdag werkt deze truc niet, want tarantula's komen alleen maar naar buiten als het donker is. Je weet toch van die enge, harige spinnen. Mensen houden er niet van. Ze komen alleen in het donker. Ze komen alleen op momenten dat je het echt niet wilt. De dingen die je bij je moet hebben zijn een netje, een polstok, een ladder, een bel en een schep. Voor de rest hoef je niks mee te nemen. En al deze items mag je ook gewoon straks achterlaten op het eiland. Zorg gewoon dat je inventory zo vol mogelijk zit met spinnen. Nou, hoe gaan we dat doen? Allereerst ga je alle bloemen plukken. Je hoeft ze alleen te plukken. Je hoeft ze niet uit te graven met je schep. De stelen mogen blijven staan, maar de bloemen moeten allemaal weg. Maakt niet uit welke kleur ze zijn. Alle bloemen moeten weg. Insecten houden van bloemen en jij moet zorgen dat er geen andere insecten meer op je eiland komen, behalve de tarantula's. Dus pluk alle bloemen. Vervolgens zie je waarschijnlijk allemaal bomen op je eilandje staan en die ga je omhakken. 3 klappen met een stevige bel en die boom is omgehakt. Dat is nog niet het enige wat je met die boom moet doen, want sommige insecten die houden ervan om op zo'n omgehakte boomstam te gaan zitten. En nogmaals, je wil geen andere insecten op je eiland. Dus je pakt je schep en je graaft al deze boomstammen uit. De gaten kan je laten zitten als je wil, dat maakt helemaal niks uit. Je mag het eiland zo lelijk mogelijk maken als je wil, want het gaat jou toch puur om die spinnen. Op een gegeven moment zal je merken dat je inventory vol zit met bloemen, boomstronken, onkruid, takjes, fruit. En dan denk je misschien van ja, maar nu zit mijn inventory vol en hoe moet ik nou nog die spinnen in mijn inventory krijgen? Nou, het is compleet veilig om al je spullen te dumpen, maar doe dit dan wel op het strand en niet op het gras. Als je je spullen op het strand dumpt, dan werkt dit
Dump jij je spullen op het gras, dan werkt deze truc niet en zal je geen klingels verdienen. Op het moment dat je hele eiland leeg is, dus er zijn geen bloemen meer, er zijn geen bomen meer, geen fruit meer. Het onkruid maakt niet uit en de bloemstelen die mag je ook blijven staan. Maar als je dit dus allemaal weg hebt gehaald, dan zal waarschijnlijk je eerste spin ergens gaan spawnen. De spinnen die spawnen altijd buiten beeld. Dus ga niet op één plek staan en op één plek staan wachten. Nee, loop je eilandje rond en ga op zoek naar spinnen. Af en toe kan je misschien geen spin vinden. Dan denk je van, waarom spawnen ze niet? Dat kan. Waarschijnlijk zitten er dan nog van die steenpissebedden ergens op zo'n steentje. Meestal helemaal achter in je eiland heb je van die stenen waar die pissebedden spelen. Die zitten een beetje te chillen zo met z'n allen. Die moet je wegjagen. Ook als er toevallig toch nog een ander insectje spant op je eiland, jaag die insecten weg. Want een spin is ook een insect en je wil dat er alleen spinnen spawnen en geen andere insecten. En zolang er andere insecten op jouw eiland zijn, dan zullen er dus geen spinnen spawnen, want die andere insecten die nemen de plaats in van die spin. Oké, bam, daar is de spin. Nu gaan we hem vangen. En hoe moet je hem vangen? Pak je netje, hou de A-knop ingedrukt, wacht langzaam af. Hou je netje omhoog, loop langzaam naar hem toe. Als hij zijn pootjes omhoog doet, dan sta je stil. Hij doet zijn pootjes weer naar beneden. Doe een paar stappen. En dat herhaal je dus steeds. Als de spin zijn pootjes omhoog doet, dan wacht jij. Doet hij zijn pootjes naar beneden, dan ga je lopen tot je net zo dichtbij bent als je moet zijn en dan flats, dan kan je hem vangen met je netje. Het heeft misschien wat oefening nodig, bij mij gaat het soms ook fout. Nee toch? Je kan dit altijd door blijven spelen. Kak! Dat dus. Maar geloof me, op een gegeven moment krijg je er echt handigheid in. Zorg dan dat je hele inventory vol zit. Je ziet dat ik nog een paar dingen wilde meenemen naar mijn eigen eiland. Omdat ik hier niet op voor was bereid dat we dit gingen doen, had ik een paar dingen meegenomen die terug moesten naar mijn eiland. Dus ja, toen kon ik niet het maximaal aantal spinnen meenemen. Neem alleen spullen mee die je niet nodig hebt en die je dus gewoon kan achterlaten, bam, op spinneneiland. Dus, nog even, kort samengevat. Wat moet je doen? Koop voor 2000 miles een Nook miles ticket. Wissel die in, ga naar een eiland, haal alle bloemen weg, haal alle bomen en boomstronken weg en wachten op die spinnen. En ja, doe dit 's avonds, want overdag werkt het niet. Laten we gaan kijken wat we eraan gaan overhouden als we gewoon 1 uurtje, of was het eigenlijk wel 1 uurtje? Dit trucje kan je volbrengen in 20 minuten, maar het kan inderdaad soms ook 1 uur duren. Het hangt er een beetje vanaf hoe je eiland eruit ziet, maar je kan dit dus doen met ieder eiland. Kijk al deze spinnen, jongen. En we gaan Timmy en Tommy straks even een rekensommetje laten doen. Hoeveel we inderdaad gaan krijgen voor al deze spinnetjes. Ja, nog 2. Hoppakee. Ja, dat is de laatste. Oké, Timmy, Tommy. Wat geven jullie voor zoveel enge beesten? Ik wil mijn spinnetjes verkopen. En ik heb voor jullie 35 vogelspinnen. We gaan ze even allemaal selecteren voor Timmy, Tommy. Oh, wacht even. Het is er 1 minder. Het zijn er 34. Wat geven jullie voor 34 vogelspinnen, Timmy, Tommy? Eens even kijken. Hij geeft hier in totaal 272.000 klingels voor. Dus ik denk in iets korter dan 1 uurtje kan je 272.000 klingels verdienen bij Timmy en Tommy. Als ik ze mijn spinnen, mijn tarantula's geef. Dat klinkt als een hele goede deal. En dat is het ook. Maar, ik ga ze toch weigeren. Ja, weet ik het zeker? Ik weet het zeker, Timmy. Ik loop met mijn ass gewoon weer rustig naar buiten. Want 1 keer in de zoveel tijd, en ik weet niet precies wanneer, en volgens mij komt die ook niet heel vaak, maar er komt een guy genaamd Flick naar je eiland. En Flick die houdt wel van insectjes. En Flick geeft 50% meer dan Timmy en Tommy voor mijn tarantula's. Dus ik heb nu 272.000 klingels in de pocket. Als ik ze nu inlever bij Timmy en Tommy. Of ik wacht op Flick en dan komt er nog een keer 136.000 bij. Even rekenen. 272.000 plus 136.000 is 408.000 klingels. En het hadden er nog meer kunnen zijn als ik nog 5 spinnen had meegenomen. Dat is 500.000. Voor gewoon een stel vogelspinnen. Helemaal gek. Ja, dan kan je je huisje best wel snel afbetalen, jongens. Doe dit een paar keer en je bent miljonair. Sterker nog, als je dit 2 of 3 keer doet, dan ben je al miljonair. Jongens, ik hoop dat jullie dit een leuke en interessante video vonden. Doe in dat geval zeker even dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je meer Pokémon, Animal Crossing en andere Nintendo video's wil zien. En wil je er live bij zijn als we dit soort dingen ontdekken? Volg me dan zeker ook even op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar. En dan ga ik even mijn veldsprinkhaan naar mijn museum brengen. Jongens, mazzel! Op een spinnetjes eiland waar je spinnetjes vindt. Zoek de spinnetjes moeder naar de spinnetjes kind. Maar die heb ik gevangen. Op een spinnetjes eiland waar je spinnetjes vindt. Zoek de spinnetjes moeder naar de spinnetjes kind.